Bijna de mist in. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Bijna, bijna. Maar net op tijd toch vanaf gezien. Saskia en Sybren Stro hadden bijna een appartement hier in Oost gekocht. Ze waren weer eens één van de velen, maar hun bod werd geaccepteerd. Op het laatste moment besloten ze toch een bouwkundig onderzoek te laten doen. Er bleek van alles mis met het pand. Maar de balken waren eigenlijk alweer verzakt en ook daar zaten houtwormen in. De fundering was eigenlijk rot en dat betekent dat echt gewoon de hele bak eronder weg moet. Maar ook de draagmuur stond eigenlijk scheef of deels op instorten. Ja. Hoeveel geld had dat jullie gekost? 180.000 voor de vier appartementen die dan boven elkaar zitten. Dat deel je natuurlijk wel inderdaad met meerdere VVE's. Ja. Maar ja, dan zit je nog steeds op €50.000 de neus uiteindelijk. Geen koophuis dus, maar ook geen torenhoge kosten achteraf. Vereniging Eigen Huis ziet dat het aantal bouwkundige inspecties in Amsterdam ver achterblijft op het landelijk gemiddelde. En dat leidt tot problemen, zien ook bouwkundige inspecteurs in de stad. De markt in Amsterdam is zo gestrest dat heel veel mensen die laten de bouwkundige keuring zitten, omdat ze bang zijn dat ze het huis niet krijgen. En dan worden wij heel vaak later weer gebeld. Omdat er dan problemen zijn ontstaan. Dus dat er toch gebreken zijn, die hebben ze niet onderzocht of ze hebben helemaal niets gedaan. Maar dat komt uiteindelijk wel naar boven toe. Ja. En dan ben je nog verder van huis. Ja, dan heb je echt een probleem. Dat zijn doorgaans de mensen die het huis krijgen waar ze op geboden hebben. Maar het laten vallen van een bouwkundige keuring betekent ook dat als je ooit voor de rechtbank komt, het gewoon altijd zult verliezen, want je hebt blind gekocht. Saskia en Sybren blijven hopen op een huis zonder gebreken. Ik heb al een paar biedingen gedaan, denk ik. Ja. Maar elke keer niet geworden. En vandaag wachten we weer op een belletje van een makelaar voor een ander huis weer.